Bonjour, my name is Arjan Hutt. In the summer of 2018, I traveled to the mythical island of Malta. There on Malta, in this hotel, I met a group of wild poets. One of them was Jean-Rémy Gandon, and he inspired me to write a poem about hijacking a cruise ship. This poem is in my new book, Fjordtour in het Woud, Vaar dans la forêt. The name of the poem is Skiplong. And Jean-Rémy Gandon helped me make a translation. Skiplong. De laatste illegale vlammen doof je en de moine draait krekt achter een radiotoer als wij het hotel uitsloepen. Een bende fjordtoeristen, maar oorsneert in de bussen als toskebossels en wietregels. We praten Italiëngels, IJsfrans, Spirabisch, weten het meeste van wat we weten achter in uw hotelkamers. In de haven kapen we een cruiseskip, Europees, met sportfaciliteiten. En als we de beschaving uitvaren, kleien we in dit land, mijn mensje en wurg, ik niet meer dichtje. We verspreiden experimentele informatie. Ontkennen dat ons reizigend territorium een Chinese provincie wezen zou. Let in augustus, op immens jidje, betinken we de donkergriene archipel Skiplong. Nos pensabu. We bedenken. En daar leidt het. Mythischer als het zilveren eiland op de kaarten van ons Venetiaanse voorganger Niccolo Zeno. Nos skipum. We benemen. Het paradijs verlen. De oude tunen van Babylon werbennen als bosk in de oceaan. Leefde maakt de zee wild in de rondte tussen de sterren. Onder het tutsjen al sjoggen de eersten het beken. We dremen en stjoeren om de vikingbrakken hinnen. Nos etudjav, we bestuderen je. Wattels van de stambeam, draai van het jachthoes, geesten van bosbroon in haar heeg slingerende bal. Nos eramos vidando, we wacht je op het dek, ongedurig en alert, uw schade staren gewoon in. Maar dat van de bjemmen.